Deze keer aandacht voor een uh, heel klein dingetje, maar wat misschien wel een klein beetje het verschil kan maken in een foto. Dat gaat namelijk om de tanden. Nou, ik heb een foto van een model en die heeft op zich al mooie tanden. Alleen uh, soms kunnen tanden een klein beetje gelig kleuren. En dat is in dit geval niet zozeer, maar voor het principe gaan we toch even uit van deze foto. En hoe kun je gelige tanden nu vrij makkelijk corrigeren? Dat doe je met een aanpassingslaag en die vind je hieronder bij het uh, zwart-witte bolletje. En dan kiezen we voor kleurtoon en verzadiging. En dan krijgen we een filter erbij. Het kan zijn dat het in een los venster staat. Zoals dit. Of gewoon vast, zoals bij mij. Maar dat maakt even niet uit. Goed, wat gaan we doen? We gaan in de gele tinten werken. En we kiezen gewoon hier gele tinten. En wat je dan doet, is je trekt de verzadiging terug. Trek je hem helemaal terug, dan ga je misschien net iets te ver. Dus dat is even, even schipperen wat, wat het effect mooi is. Nou omdat het in deze foto wel meevalt, komt het vrij secuur hoe, hoe goed je scherm is. En de lichtheid zet ik een klein beetje helderder. Nou, dit heeft effect op onze totale foto. Als ik bijvoorbeeld het filter uitzet, dan zie je, zeker in de haarkleuren bijvoorbeeld, wat er gebeurt met het geel: uit en aan. Nou, omdat we een aanpassingsfilter hebben kunnen we daarop ook een laagmasker gooien en dat is dat witte vierkant wat er naast zit en daar kunnen we in gaan schilderen. Nou, in dat aanpassings, uh, in dat laagmasker wat wit is staat aan, wat zwart is staat uit. Nou, alles is wit, dus alles staat aan en dat gaan we eerst allemaal uitzetten door op Ctrl I te drukken, terwijl het laagmasker geselecteerd is natuurlijk en je ziet dat alles zwart wordt. Nou, daarmee staat er dus niks aan, ook niet in de tanden. En dat is heel simpel. Men pakt een kwast. Zorg dat de dekking en de stroming op 100 staan, dat de kleur wit geselecteerd is en je verft gewoon over de tanden. En vervolgens, als ik nou alt ingedrukt hou en ik druk op het laagmasker. Dan zie je wat ik wit geschilderd heb. En je ziet dat dat eigenlijk groter is dan de tanden. Nou, dat maakt niet uit, want ook al zit ik over het rood heen, ik heb alleen verzadiging in het gele kanaal, of in, uh, in de gele tinten teruggetrokken. En niet in de rode lippen. Dus in de lippen gebeurt niks, maar wel in mijn tanden. Want als ik het nu bijvoorbeeld uitzet. Dan zie je dat net die gele tint er een klein beetje vanaf is. Maar natuurlijk had deze dame al gewoon een heel mooi gebit. Als je kijkt naar één op één, dan zul je praktisch geen verschil merken. Maar als het uitstaat, zie je dat de foto gewoon in kleur is. En staat die aan. Dan zie je dat die kleur geel ook nog steeds in het haar zit. Dus daar hebben we het effect niet toegepast. Alleen in de tanden. Nou, zou ik nou nog een keer op het masker zelf klikken. En ik zoom weer in op de tanden. En ik ga weer naar X-reset bijvoorbeeld alles. En ik zou bijvoorbeeld de complete verschadiging eruit trekken. Dan zie je waar ik allemaal geschilderd heb en wat dat dus voor effect heeft. Zou je nu heel netjes uh, alleen de tanden geverfd hebben, dan zijn deze natuurlijk spierwit. Maar dit komt onnatuurlijk over, dus we doen het alleen in de gele tinten. En dit is met het effect aan en dit is uit. Het verschil is in deze foto niet zo groot, maar soms kan het best een groot verschil opleveren.